We zijn te gast in Bijlen bij de 28e editie van Hartje Drenthe bij vereniging De Stroomruiters. En we kijken naar de barrage en we kijken naar Maureen Bonder op Erna. De barrage, een gecombineerde ZZZ-klasse. Z wat jongere paden, ZZ wat gevorderde paden. Daarover zometeen meer. Maureen Bonder, hier als eerste in die barrage. Een barrage waar 9 combinaties in voor plaatsen. Opmerkelijk, slechts 1 man, Bert-Jan Lindeman en 8 Amazones. En Maureen Bonder uit Schoonhoord zet een hele scherpe tijd neer. 38-12 voor het vele publiek in Bijlen. Altijd een goed georganiseerd concours. Nienke de Vries uit Wingerlo maakt hier een foutje. Op jacht naar die tijd. Die tijd van Maureen Bonder, die is scherp. Dit is Maaike Koopmans uit Fluitenberg. Ook zij gaat snel, maar hier het foutje. En dus uitgeschakeld voor de titel. Parcours wordt verhoogd, want er komen nog 3 ZZ'ers. Bert-Jan Lindeman uit Linden. Ook op zoek naar die tijd van Maureen Bonder. Inmiddels is Judith Koudijs uit Balkbrug tweede. Maar 1,5 seconde achter Maureen Bonder. Zuidema gaat goed, gaat snel, blijft foutloos. Gaat hij die tijd aanvallen? Hij is snel, heeft hier een gelukje. Maar het blijft liggen. En alle mensen houden de adem in. Een prachtige barrage in Bijlen. Hij blijft foutloos, deze ervaren ruiter uit Linden. Laatste hindernis, foutloos. Maar pakt de tijd van Maureen Bonder net niet. Gaan we naar Karin Dijkstra uit Coevorden. De ene laatste in de barrage. Ze rijdt op Korstijn. Maar ook zij is niet in staat die hele snelle eerste tijd van Maureen Bonder te pakken. Ze wordt 4e uiteindelijk. En dan, ja, Maureen Bonder weer. Nu in de ZZ met haar paard Velcaro. Maureen Bonder. Ze is er een jaartje tussenuit geweest. Maar ze weet al dat ze wint. Maar wordt ze 1 en 2. Ook dit paard is lang geblesseerd geweest, maar weer helemaal in orde. En ook Maureen Bonder heeft weer een aantal jonge, talentvolle paarden. Want ze moest natuurlijk haar toppaard Alex verkopen vorig jaar. 2 jaar terug wist ze dit concours te winnen. Vorig jaar was ze er niet en nu wordt ze 1 en 2. En met dit paard rijdt ze toch nog de snelste tijd. Maureen Bonder met Velcaro is de glorieuze winnares van Indoor Hartje Drenthe. Toen kwam ik eigenlijk de ring in met mijn tweede paard. En ik dacht echt van, nou, ik heb toch gewonnen. Het was een heel relaxed gevoel. Dus ik rijd gewoon een lekker rondje. En nou, ik reed helemaal niet, ik wou niet met die per se winnen. Maar het ging gewoon vanzelf en dan is hij eigenlijk nog sneller. Maureen Bonder, de glorieuze winnares van Hartje Drenthe. Bert-Jan Zuidema uit Linden wordt uiteindelijk 3e.